De introductie van de Moneycarta is in 2017 geïmplementeerd. De doelgroepen die gebruik maken van deze kaart zijn de AOV'ers en de groep Financiële Bijstand. Wij brengen u het verloop en de ontwikkelingen van de Moneycarta. Mevrouw Gopal Rai, in 2017 is de Moneycarta geïntroduceerd. Hoe is het verloop tot nu toe als we denken aan AOV? Nou, goedendag. Ten aanzien van de implementatie Moneycarta mag ik u zeggen dat tot en met heden het proces al zeer positief ervaren mag worden. Aangezien het feit wij heel miniem probleemgevallen krijgen. In case of wij bepaalde gevallen hebben, want het zijn automatische zaken, het is automatisering. Dus kan je hebben dat er bepaalde gevallen zijn van er is niet overgemaakt op de Moneycarta en dergelijke. Maar dat doen wij dan ook tegelijkertijd. Ondernemen we stappen met de bank. En meestal is het binnen een dag al verholpen. Dus die kleine zaakjes ga je nog altijd hebben. Dat heb je ook bij alle automatiseringsprocessen. Voor de rest mag ik zeggen dat de gebieden waar het geïntroduceerd is, dat de mensen het toejuichen. En natuurlijk vinden ze het altijd fijn om ook in dat proces van ontwikkeling, van technische ontwikkeling mee te gaan. En ook de rurale gebieden in deze zijn meegenomen. Alleen zitten we nog met een aantal gebieden in Sipaliwini. Maar Apura bijvoorbeeld is al volledig geautomatiseerd. En dan zie je ook dat die ontwikkeling dan niet alleen gecentraliseerd wordt, maar gedecentraliseerd wordt langzamerhand. Welke voordelen heeft het gehad voor het ministerie? Ten eerste, de kosten zijn enorm gaan droppen. Want u weet, als je landelijk moet opereren, wat voor kosten allemaal met zich meekomen. Zowel als je het relatief en absoluut moet bekijken, in afstand uitgedrukt. De kosten, tijd, moeite. En laat me zeggen, als ik ook het sociaal gedeelte van mijn medewerkers moet bespreken, dan moesten ze meestal elke maand uitrukken, een aantal dagen. En dan heb je soms ook sociale ontwrichtingen gehad binnen bepaalde situaties, familie en dergelijke. En het heeft nu een ander impact. Men is vaker thuis, men heeft meer tijd voor elkaar, voor gezin en dergelijke. Dus het sociaal aspect is komen bijkijken natuurlijk. En natuurlijk voor onze senioren burgers, het allerbelangrijkste, dat zij ook meegenomen zijn in het proces van ontwikkeling. En dat ze ten alle tijde nu ook zelf hier en daar kunnen bepalen wanneer ze hoeveel ze willen pinnen, hoeveel ze willen gebruiken. Willen ze het laten accumuleren erop, mag dat, weet je. Want dan mogen de bedragen opgespaard worden steeds. Net hoe je op de bank zou kunnen sparen. Natuurlijk is dit een tussenstap, de Moneycarta. In de toekomst willen we overgaan tot geheel natuurlijk bankcliënten. Maar het moet gefaseerd gaan. Men moet wennen. En vooral als het gaat om bepaalde gebieden. Kan je niet gelijk inspelen op van dat je bankcliënt wordt. Want dan heb je niet overal alle bankinstellingen. Apura bijvoorbeeld heeft Godo al. Godo sowieso. En SPSB werkt nou samen met Godo. Dus laten we hopen dat in de toekomst de banken ook hun decentralisatieproces verder ontwikkelen. We weten dat wanneer je met iets nieuws start, dat er kinderziektes zijn. Heeft de Moneycarta ook kinderziektes gekend? Zo ja, hoe zijn ze opgelost geworden? Nou, tijdens de implementatie in 2017, dan praat ik over NuSect AOV, want er zijn een aantal diensten, waaronder kinderbijslag en financiële bijstand. Daarover zult u vernemen van de desbetreffende persoon. Er zijn verschillende diensten op hun manier. Natuurlijk is die Moneycarta implementatie samengeschiet. En de doelgroepen verschillen. En wat betreft AOV mag ik u zeggen, er waren kinderziektes natuurlijk. Er is gestort geworden. Er is eerst een onderzoek geweest, een voorproefje geweest van hoe werkt hij allemaal. We hebben heel veel voorlichting gegeven daarvoor en tijdens. En laat me zeggen, het lijkt bijna onmogelijk, gaat u zeggen, we hebben nauwelijks die kinderziektes ervaren. Het team was zodanig up-to-date, dan heb ik het niet over het team van AOV, maar samen, het team van het ministerie,
de diensten met de SPSB-bank. Dat iedereen echt dag en nacht heeft gewerkt, dat ding een groot succes is geworden. De eerste maanden hebben we wel kaarten gehad, ingeslikte kaarten, maar niet eens als ik over 60.000 AOV'ers praat. En niet eens 1% had dat probleem, is dat te verwaarlozen. Begrijpt u, als het echt 50% was, was het echt een gebaar van nee, misschien zijn we niet ready of dergelijke. Maar als je 1-3% dat hebt, dan heb je echt te verwaarlozen op een 60.000 AOV'ers. Voor de rest kan ik zeggen dat er inhoudelijk verder niet echt... dat we geen kinderziektes hebben ervaren. We hebben een hele gezonde baby ter wereld gebracht. 2017 naar 2019 toe mogen we zeggen dat de Money Carta voor de AOV'ers een succes is? Ik mag zeggen van ja. Je hebt altijd andere ideeën en andere voorstellen, soms vanuit andere hoeken. Maar voor het overgrootste deel mag ik zeggen, het is een groot succes geweest. Vooral namens de regering is dit een hele grote mijlpaal. Wat jaren geleden al misschien nog moest gebeuren, is tenminste in 2017 geïmplementeerd. En dat hebben we gedaan... in de periode, laat ik zeggen, vanaf april tot en met augustus zijn we begonnen met het project helemaal. Natuurlijk was het beleid al, laat ik zeggen, bij wijze van uitgestippeld. Maar echt al de logistieke zaken en zo vanaf april tot augustus, dan praat ik over binnen 5 maandjes hebben we dat wel kunnen bewerkstelligen. Het team van sociale zaken namens de regering hebben we de opdracht gekregen dat uit te voeren. En het is ons aardig gelukt met het team van SPSB. En dat geeft aan dat niets onmogelijk is. Ook voor algemene kinderbijslag en voor financiële bijstand is in 2017 de Money Carta geïmplementeerd. Hoe mogen we kijken naar dit project in 2019? In 2019, en als eerst wil ik u bedanken. En ik wil zeggen, het is een groot succes tot nu toe. Zowel kinderbijslag als mensen met een beperking is het een groot succes. Ik mag zeggen, het is een kind die geboren is met heel veel zegeningen. Voorheen in 2016, 2015 had u hier lange rijen met mensen die hier stonden als vanaf 4 uur in de ochtend. Dan heb ik het over mensen met een beperking. Je hebt mensen met een geamputeerde been. Je hebt mensen met verschillende soorten ziekten. Die hier 4 uur in de ochtend stonden. Maar nu, met de komst van Money Carta, die geïntroduceerd is geworden door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, met name de minister Christine Polak, samen met het team, en dan moet ik zeggen dat het een heel succes is. En hoe zit het met het project van AKB? Met het project van AKB zijn we nu bezig met de directie en team van het ministerie van Sociale Zaken om te kijken, zoals u weet, is een algemene kinderbijslag is landelijk. En we praten over duizenden cliënten. We praten niet over 10.000, of is boven de 40.000 cliënten die in aanmerking komen voor algemene kinderbijslag. Vooral in het binnenland van ons. Daar moet u kijken als u met een banksysteem komt, moet je die mensen nog gaan introduceren. Je moet die mensen nog uitleggen. Voorlichting is van die aard. Dus we zijn nog bezig met een traject. Maar ik denk en ik geloof ook dat 2019 een succesvol jaar zal zijn voor het introduceren van Money Carta voor de doelgroep Algemene Kinderbijslag. Het introduceren van deze Money Carta voor beide doelgroepen, komt het ministerie beter uit, goedkoper uit? Helemaal. Want dan hoeven we niet meer uit te rukken naar de verschillende posten. Daar is het al kostenbesparing. We hoeven dan niet meer zoveel uit te geven. Het enige wat we moeten doen is het administratieve gedeelte. Maar voor de rest is het vrij simpel. Het budget van het ministerie dropt ook. Nu zijn we in 2019. Welke lijn heeft de Money Carta gehad voor de mens met een beperking? Zijn er kinderziektes of kunnen jullie zeggen dat alles goed gaat? We zijn nu bezig met het traject zodat ze een familielid kunnen machtigen, zodat het vlot kan verlopen. Maar voor de rest loopt het vlot. Nu zijn we ook bezig met voorlichting, omdat je... Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, als je iemand hebt met een beperking,
laten we zeggen, je hebt een blijvende beperking en je hebt een beperking voor een periode. Laten we zeggen, iemand loopt een ziekte bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld hoor, want ik wil geen ziekte van iemand hier komen presenteren. Maar laten we zeggen, je hebt bepaalde mensen in onze bestand die in financiële bijstand genieten voor 6 maanden. Na die 6 maanden gaan we weer evalueren als die persoon nog steeds in aanmerking moet komen voor een Monicarta, voor die 325 SRD. Maar je hebt bepaalde mensen die voor een jaar in aanmerking komen voor Monicarta, maar na die jaar moeten die mensen weer gaan om te herregistreren. Maar vaak genoeg vergeet men dat het al een jaar is, waardoor bepaalde mensen 2 tot 3 maanden zitten zonder geld. We proberen alles eraan te doen, zodat het een succes kan blijven. En ik wil mijn complimenten ook geven aan onze cliënten toe. En dat ze tot nu toe, dat je positieve reacties hoort vanuit buiten, zowel binnen van de dienst ISV. En hoe zit het met het project van AKB? Het project van AKB zijn we nu bezig met de directie en team van het ministerie van Sociale Zaken. Om te kijken, zoals u weet, is een algemene kinderbijslag is landelijk. En we praten over 1000 cliënten. We praten niet over 10.000, of is boven de 40.000 cliënten die in aanmerking komen voor algemene kinderbijslag. Vooral in het binnenland van ons. Daar moet u kijken, als u met een banksysteem komt, moet u die mensen nog gaan introduceren. Je moet die mensen nog uitleggen. Voorlichting is van die aard. Dus we zijn nog bezig met een traject. Maar ik denk en ik geloof ook dat 2019 een succesvol jaar zal zijn voor het introduceren van Monicarta voor de doelgroep algemene kinderbijslag. Welke oproep doet u aan de mensen die vooral die Monicarta gebruiken? En ik wil het in het Sranantonga doen. De lobby Bradananga, de lobby Safmi, zijn ik kom in aanmerking voor Monicarta, zowel de elkaaring aan doelgroep. Mensen met een beperking, aan financiële steun. Je sabi te je kies aan Monicarta, je kies een precies geen 1 jaar. Je hebt smaak je kies een geen 6 je Monicarta, je abi ook toen een away kantoor die ik geef je baka, want datum zou je moet komen baka voor kon herregistreren. Te a datum dat door me actie naar alle respect, go baka naar away kantoor, zodat de kan verleng aan Monicarta voor je, dat je kan tankjes naar money, maar if you don te amunta pou money normal konta pa pasha for you ook tu mi wan taki ook tu na atra dul group to dat na ak dul group sa e kisi amunikarta en de gi wan pin code an a pin code sa you gi jaso tap kantoro te you gonna a ATM machine na self the code dat you voer in so dat a karta machine no kan slik a karta. Wat hij kon voeren voor dat hij soms is, want hij heeft een geboortedatum. Dat hij door de machine, dat hij vergeet. Waardoor alle mumbaka omdraaien nu Monicarta gidesma. Ook toen hij wilde dat hij een brad af me in het binnenland. Ook toen hij de bouw me, te kies hij Monicarta. Nou, je dat een code. Te ik code die je moet aan de nummer die je moet aan de kaita liba. Te je gooi machine baka. Nou, je zei code aan de in voer in. In butai machine not. In money for your quad. Maar te ik is een periode. Waya. Nou, te jou do. Nou, je moet go baka. I can to. U go for a leng isoni. De bala voor me. En ga om je taki. Te ik is je money kaita. Te ik is je voor wayali. Tja yali osete voor do. Go back aan een kantoor, pay be make your aanvraag, zodat de sama kan verlengen giu taki kataina systeem. Zodat het jou do, taki de sama, si taki hey, asama ya riki stede, dat de tampo cha money gi na machine tapu. Ook to me accidents ma, sa abi wan brother of wan sa, die app een beperking. Me ask you ondersteuning voor je kan je gralantina PCDC. Voor je ding. If you see asma aba een beperking, asma je vergeet die of asma je gesloten om naar een apache voor een. Je een kona kantoor ko giwa machtiging. Zodat je kan de awang die ode verantwoord toe voor een penpas voor je brother. No so you sa of je ching. Samen makandera wie de tranga voor du moro bigisani giwi kondre. Lobby blessings.